Leuk blad trouwens ook, want ook Arie Boomstra staat erin. Ja. Nou ja, oh, daar wil ik even op reageren. Ja. Maar wacht nou even. De mensen weten nog niet wat hij gezegd heeft. Zal ik eerst zeggen wat hij gezegd heeft in het blad? Dan kun je dan losgaan. Hij is nogal boos. Eigenlijk heeft hij zich ook voorgenomen om niet meer te reageren, zegt hij. Dus heeft het over ons. Het zijn geen mensen die ik ooit om advies zou vragen. Ze zijn op geen enkele wijze een autoriteit op het gebied van sport of gezondheid, waar ik me altijd over uitspreek. Maar ze geven wel een vrijbrief aan hun kijkers om ook iets te vinden. De helft van de mensen die naar dit programma kijken is dezelfde groep als die op het schoolplein vroeger stond te kijken als iemand in elkaar geslagen werd of uitgelachen werd. Meelopers zijn het. En er zijn er ook een paar die echt rechts onderbuikig, racistisch, seksueel, intimiderend, vrouwonvriendelijk en homofoob denken. De ontevreden mopperaars in ons land. Maar ik wil verder niet reageren op dit programma. Nou ja, kijk, ik onderscheid me van die kwal. Dat ik niet in Grollo hele dagen in een vieze sloot zit, maar alleen mijn hoofd boven water. Maar als hij ons klootzakken vindt, heeft hij het volste recht. Ja, tuurlijk. Maar als hij de helft van onze kijkers wegzet als domme engnekken, ja. Er zijn 500.000 mensen die hij zo even in een hoek zet. Lulletje lampenkatoen. Intimiderend, vrouwenvriendelijk, homofoob. Het is nogal wat. Ja, het is de enige man die Clinton van mij boos heeft gemaakt, omdat ik een keer hier heb gezegd van Boomsma lijkt net een TBS-patiënt. Ik kreeg allemaal boze telefoontjes. Wij willen niet vergeleken worden met Arie Boomsma. Jullie TBS'ers? Ja. Ja. Die vonden dat niet leuk. Nee, dat vonden ze niet leuk. Die waren echt boos op mij. Ja. 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 Hij mag het vinden. Maar die is zo geil van zichzelf. Die laat zich dan graag door Playboy interviewen. Die laat zich door iedereen interviewen die hem maar aandacht wil geven. Ja, ik heb ook een interview afgegeven in Playboy. Ja, maar jij bent ook zo geil van jezelf. Ben je al zo bekend, Job? Is het zo ver gekomen al? Nee, maar hij heeft zoveel huwelijken. Ze willen weten hoe dat in elkaar zit. Ja, we gaan ook zo naar, jongens. Zeg, jongens, doe me even een lol. En abonneer je even op dat YouTube-kanaal van Vandaag Inside. Ja? In godsnaam. Ja? Prima. Goed zo. Oh, hey, oh! Godverdomme kutbeest.